Hallo allemaal, ik heb vandaag weer een filmpje voor jullie. De producten die ik de laatste maand het meest gebruikt en getest heb. Dingen die in het oog gesprongen zijn. Ik heb er een paar, een beetje van alles eigenlijk deze keer. We zullen beginnen met huidverzorging. Hier hebben jullie al een blogpost over gezien. Purity van Philosophy, een 3-in-1 reiniger. Zoals je ziet heb ik hem al goed gebruikt. Ik ben er echt heel lyrisch over. En dat is compleet terecht. Een hele goede reiniger die ook mijn make-up er meteen van afhaalt en mijn huid echt wel goed achterlaat. Twee nieuwe huidproducten deze maand. Een nieuwe oogcreme, Origins Ginseng. Ik gebruik normaal gezien de Clinique All About Eyes, maar die was op en ik wou wel eens iets anders. En dan heb ik deze gekocht en dat is een soort van verhelderende oogcreme. Je ziet misschien dat die licht roze van kleur is en dat geeft je ogen meteen een wakkere boost. Jammer genoeg is Origins niet in België te koop, maar als je naar Nederland gaat, kan je hem wel bij de Douglas vinden. Ik weet niet of het bij alle Douglas filialen zo is, maar in die van Maastricht bijvoorbeeld kan je alle Origins of toch heel wat Origins producten vinden. Zeker de moeite waard. Dan een nieuw serum van Guerlain dat ik sinds kort aan het gebruiken ben. Het Super Aqua Serum. Dit is een intens hydraterend serum. Dat is echt heel heel fijn op de huid. Daardoor gaat het ook anti-verouderend werken. Omdat als je je huid goed hydrateert, dat is eigenlijk een van de beste remedies tegen verouderen en tegen rimpel. Het is een soort van crème serum. En voor mijn gemengde huid, dus ik heb een iets vettere T-zone en normale wangen, is het soms zelfs voldoende om alleen dit serum te gebruiken en dan heb ik daarna geen dagcrème meer nodig. Ik denk dat het zeer goed is ook voor de droge huid, omdat je dan echt wel die intense hydratatie hebt. Maar dus ook de gemengde huid heeft hier wel baat bij. Zeker geen goedkoop serum, maar wauw, echt wauw. Dit is... chapeau Guerlain, dat heb je goed gedaan. Er komt nog een blogpost over mijn huidverzorgingsroutine. De dingen die ik op dit moment gebruik, daar ga je deze zeker terug in zien voorkomen. Ik heb de laatste maand ook verder geprobeerd om mijn nagels goed te verzorgen. Onmisbaar daarbij Lemony Flutter. Intussen heb ik hem al regelmatig gebruikt. Er is ietsje uit, nog niet superveel. Ik heb zelfs de techniek van de handmaskers toegepast. Maar ik vind hem toch nog altijd het beste echt als nagelriemcrème. Verzacht je nagelriemen. Wordt eigenlijk een soort van olie na een tijd. En ze zien er dan altijd meteen veel beter uit. Dan volg ik met mijn Kohl nagelverharder en Kohl calcium nail whitener. En dan heb ik eigenlijk echt verzorgde nagels. Uiteraard, een beetje kleur kan niet ontbreken. En de kleur die ik de laatste maand echt wel veel heb gebruikt is Dior, Dior Plaza. Ik heb al geschreven over de nieuwe Dior Addict Extreme lipstiften. En daar horen ook een aantal nagellakken bij. En Dior Plaza is daar één van. Echt wel een prachtig roze kleurtje, helemaal mijn smaak. Ik word er meteen vrolijk van als het op mijn nagels zit. En houdt ook echt heel mooi. De Dior Addict Extreme Lipsticks konden dan ook niet ontbreken. Ik heb er eentje vast, dat is Incognito. Dat is eigenlijk de nude kleur. En hij ziet er een beetje bruinig uit, maar op de lippen is hij echt wel heel erg mooi. Het is een van de kleuren die ik heel vaak heb gebruikt. Ik heb de andere, dus Plaza, Riviera en Lucky, ook wel regelmatig uit de kast gehaald. Maar als ik zo no-nonsense lippen wil, waar ik niet over moet nadenken, dan is het deze Incognito. Wat ik vandaag op de lippen heb, is eentje van Guerlain. Dit is nummer 262 van de Rouge Shine Automatique. Het is eigenlijk een hele leuke verpakking. Je schuift het klepje naar beneden en de lippenstift komt naar boven. Nu, wat met die Shine Automatiques aan de hand is, is dat ze super fel lijken. Wanneer je de verpakking opendoet. De eerste keer dacht ik, oh amai, dat is nogal fel. Maar op de lippen zijn ze... glanzend en een beetje sheer en verzorgend. En de kleur, ik heb hem nu wel goed opgesmeerd, dus je ziet hem wel. Maar als je wil, kan je echt een heel mooi waasje van kleur krijgen. Echt, ja, een hele toffe verpakking. En de kleur roze, ja, ik ben er dol op.
Voor lipgloss, ik heb er hier eentje van Givenchy. Dit is nummer 2, geloof ik. Ja. Nummer 2, het is eigenlijk een balsem en een gloss in 1. En op mijn werk heb ik nummer 1. Dus 2 is iets rozer, 1 is nude. Dus op mijn werk ligt nummer 1. Dat is echt wel een hele fijne balsem, gloss om op te smeren, past bij alles, verzorgt je lippen en geeft tegelijkertijd een beetje kleur en glans. Ja, dat is echt wel heel fijn. En voor blush, ik val een beetje in herhaling, maar het is ook deze maand Chanel, Blush Horizon de Chanel. Ja, ik blijf hem maar gebruiken, ik vind hem super mooi, hij geeft een heel mooi resultaat en ja, blijft nog altijd een aanrader vinden. Ik weet niet of je hem nog goed gaat kunnen vinden, want het was een limited edition. Misschien dat je her en der nog wat geluk hebt. Maar ja, mocht je hem nog tegenkomen, niet aarzelen. Echt wel een prachtige blush. Deze maand heb ik ook weer een ander parfum uit de kast gehaald. Mijn Emporio Armani Remix. Niet meer in België te koop, jammer genoeg. Ik kwam daar denk ik een jaar of 2 geleden achter. Ineens stond hem niet meer in de parfumerie. Dus ik heb mij nog gehaast en ergens in een zelfstandige parfumerie hadden ze er nog een paar liggen. Dus ik heb ingeslagen. Voor zolang als het duurt en als ze op zijn, ja, dan weet ik niet waar ik ze nog kan vinden. Misschien in Duitsland of zo. Het is een heel, heel fijn, lekker parfum. Ja, het ligt helemaal in de lijn van wat ik lekker ruiken vind. En het is wel een tof, sleek flesje. En je moet hier dan eigenlijk op het rubberen dopje drukken. En dan komt van voren het parfum eruit. Deze hebben jullie ook al zien opduiken op de blog. De Travel Rituals. Dus de kleine verpakkingen van rituals die je mee kan nemen op reis. Of waar ik het eigenlijk ideaal voor vind, is om eens producten uit te proberen van rituals. Zodat je ze niet meteen full size moet kopen. En deze twee zijn de Organic White Lotus en Yi Yi Ren geur. Wai Wang is de scrub en Mei Dao is de body cream. Twee heerlijke geuren. De scrub vind ik echt wel heel goed. Het is niet zo'n super grove scrub, maar er zitten wel heel veel scrubdeeltjes in, waardoor je wel heel goed kunt scrubben. Ik heb nog een ander bodycreme en douche duo deze maand. Dat zijn de minietjes van Jean-Paul Gaultier. Die zaten in mijn kerstverpakking toen dat ik Le Classique opnieuw kocht. De douche gel en de body lotion. Ik heb ze heel lang niet gebruikt en ineens dacht ik, oké, tijd om ze uit te halen en ik ga ze ook doorgebruiken totdat ze volledig op zijn. Maar het is een beetje jammer dat ik ze dan niet meer heb, maar uiteindelijk vind ik het ook zonde om ze gewoon in de kast te laten liggen. Mijn laatste product is eentje voor mijn haar. Fekai Advanced Highlight Care. Dat is eigenlijk een illuminating cream, dus eigenlijk een crème die ideaal is voor mensen die, die highlights hebben. Het is echt een zalig, zalig ruikende crème. Je hebt een klein erwtje nodig. Ik smeer dat dan uit op mijn handen en ik verdeel het over mijn haar. Het geeft mijn haar net iets meer body. En maakt de punten ook heel glad. Zorgt echt dat die fris volledig weg is. Het is een product dat ik echt wel op dagelijkse basis gebruik. En het lijkt alsof er niks uit is, maar dat is gewoon omdat ik er heel weinig van nodig heb. Het zou nu ongeveer, denk ik, te koop moeten zijn in de Sipari XL. Dus ja, voor mijn haar toch wel een heel, heel fijn product. Dat was het alweer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag!